De regering wil de ongerustheid over de ontwikkelingen rond benzineprijzen binnen de samenleving wegwerken, benadrukte financiën-minister Stanley Raghubarsingh vandaag tijdens een regeringspersconferentie op zijn departement. De bewindsman merkt op dat de aanpassing van de benzineprijs niet iets is dat op zichzelf staat en daarover moet de samenleving geïnformeerd worden. En het is belangrijk dat wij daar informatie over verschaffen, zodat die ongerustheid weggenomen kan worden en dat er inzicht ontstaat in het beleid wat er gevoerd gaat worden door de regering, wat u mag verwachten de rest van dit jaar. Die aanpassing van de brandstofprijs is geen maatregel die op zichzelf staat. Hij past in een pakket aan maatregelen van de regering die te maken hebben met verbetering en ordening van prijzen en zorgen dat de opvang via subsidies beter loopt dan wat nu gebeurt. De aanpassing van de brandstofprijzen, die is, als u zich goed kan herinneren, die werd reeds in november door de president aangekondigd. Raghubarsingh herinnert eraan dat de president eerder heeft aangehaald dat het niet houdbaar is om bijvoorbeeld brandstofsubsidies te blijven handhaven. Alleen aan diesel bedraagt de subsidie ruim 350 miljoen SRD. Minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting merkt op dat er om de moeilijke situatie die ontstaat met de verhoging van de brandstofprijzen maatregelen getroffen moeten worden om de samenleving tegemoet te komen. De 7 maatregelen die ik net genoemd heb, en ik ga het herhalen. Het was dan brandstof, elektriciteit, voeding, de basisbehoeften, transport, kookgas, water en medicamenten. Alvast een stukje verlichting brengen. Dat als alles wordt afgebouwd, volledig wordt afgebouwd, moet ik aangeven, dat dit systeem dan voor een stukje verlichting opvang moet gaan zorgen. Hiermee proberen we dan alvast de mensen 1 uit de 4 categorieën hulp te bieden. Dat betekent dat morgen 14.333 sociaal zwakkeren dan alvast ondersteuning zal krijgen. Daarin hoort ook de mensen met een beperking, zoals ik al heb genoemd. En apart daarvan zullen we het continueren richting de middenklasse die uiteindelijk door middel van de verschillende afbouw van object naar subject dan ook in nood zullen zitten. En dat zij ook hulp nodig zullen hebben van de regering. Ramsaran merkt verder op dat het bedrag van 1800 SRD dat aan sociale steun gegeven zal worden op advies van deskundigen is. Als zaken duurder beginnen te worden, zal de regering weer aan tafel moeten zitten.